Dit is Bright TV. Vanaf de redactie in Alap Amsterdam, dit is Bright TV. Het techprogramma van Nederland. Met deze week, zo verandert je iPhone in goud. Wat doet Bram in een Pikachu-pak? En Fitgirl Ananda test een sporthorloge. Maar nu eerst het technieuws van deze week. Tijdens het tanken is de raket Falcon 9 van Elon Musk SpaceX ontploft. Het bedrijf Spacecom uit Israël had een satelliet aan boord en dreigt nu met een schadeclaim van $50 miljoen voor SpaceX. Al vinden de Israëliërs het ook prima als hun satelliet gratis mee mag op een volgende vlucht. De steenrijke internetondernemer Kim.com staat opnieuw voor de rechter. Hij wil niet worden uitgeleverd door Nieuw-Zeeland aan de Verenigde Staten. En de eerste overwinning voor de oprichter van de mega-upload.com is al binnen. Van de rechter mag hij de hele rechtszaak livestreamen op YouTube. Tot slot is een van de oudste en grootste techbeurzen ter wereld in volle gang, de IFA in Berlijn. Weinig echte primeurs deze editie, maar op Bright.nl hebben we al wel de eerste selfie-drone van Breeze in handen met 4K-camera. Ander nieuws waar wij natuurlijk bij Bright heel erg naar uitkijken is de komst van de nieuwe iPhone aanstaande woensdag. En dit is wat we er nu al van weten. De iPhone 7, want zo gaat die heten, heeft zo'n beetje hetzelfde design als de iPhone 6S. Hij komt er weer in twee formaten, de normale en de Plus, waarbij de Plus een extra camera krijgt. Hiermee is optisch in te zoomen. De grootste verandering zit aan de onderkant van de iPhone. De koptelefooningang verdwijnt, waardoor er ruimte ontstaat voor een stereo speaker. Hiermee zou de telefoon ook waterdicht worden, al weten we dat nog niet helemaal zeker. En net als het scherm wordt ook de home-knop drukgevoelig. Verder wordt alles beter, sneller en scherper. En er komt één nieuwe kleur bij. Space Black. Dit is wat wij denken te weten over de iPhone 7. Ja. Zijn voorganger, de 6S, was eigenlijk de eerste iPhone die geen records brak. Apple moest zelfs een winstwaarschuwing geven. Gaat de 7 daar verandering in brengen? Nou, dat gaat er nog maar zeer om spannen. Hij is natuurlijk weer beter op allerlei fronten. Maar ja, op het oog oogt hij niet heel erg nieuw. Nee, voor derde jaar op rij. Voilà. En de concurrenten, Samsung, Huawei, de nieuwe nummer 3 in de markt hier in Nederland, die zitten niet stil. Tenzij, althans daar hoop ik dan een beetje op, Apple die iPhone 7 uitrust met de AirPods. Draadloze oordopjes. Ja. Daar kijk ik wel naar uit. Oké, maar Apple heeft toch niet te klagen? Ze verkopen honderden iPhones, tientallen iMacs, Apple Watches per minuut. Dus het gaat er eigenlijk best goed met ze. Ja, ik had het even nagekeken. Die 13 miljard euro van de EU, van Ierland, ja. Dat verhaal, dat zijn omgerekend 15 miljoen iPhones die ze moeten verkopen. Te verstaan de 6S met 64 gigabyte. Maar Apple is het grootste technologiebedrijf ter wereld. Gaan ze nog iets spectaculairs aankondigen dan? Nou, niet in de zin van iets heel nieuws, denk ik. Nee. Wat wel wordt verwacht is de Apple Watch 2, het tweede model. Er zijn weinig lekken over geweest, dus we weten daar nog niet zo heel veel van. Er gaan wel wat geruchten, bijvoorbeeld dat het eigen connectiviteit krijgt, dat het waterdicht wordt, een eigen GPS krijgt. Kortom, dat je niet ook altijd je iPhone bij je hoeft te hebben, wil je hem gebruiken. Dat is handig bij het sporten bijvoorbeeld. Ja. Dan de nieuwe iPad Pro met een beter display en waarschijnlijk voor het eerst weer eens een nieuwe iPad Mini. Maar een beetje klein bier. Nieuws over MacBooks komt denk ik pas later. Oké, maar wel iets heel tofs. Ja. Ja, heb jij nog? Ja, heel cool. Ja, we zijn de eerste tv-ploeg uit Nederland die is uitgenodigd naar Apple om daar de keynote woensdag bij te wonen. Dus we gaan erheen. En hou Bright.nl en Z.nl en alles in de gaten. En nog voordat de iPhone 7 uit is, wordt hij al in goud besteld. Ik ben speciaal voor Bright TV naar Londen gereisd, omdat hier een bedrijf zit dat gespecialiseerd is in één heel specifiek ding. Het vergulden van gadgets. Van smartphone tot tablet of zelfs complete laptops. Alles verandert in goud bij Gold Genie. En het begon allemaal met de Nokia 8800. I got a call from the Emmy Awards in America. Yeah. That there were 55 phones they were sending over for me to do. And we gold plated them and I literally had to bring them back myself to the Emmy Awards. The likes of Denzel Washington and Helen Mirren
Got them in their goodie bags. En nog steeds weten de sterren Gold Genie te vinden. Zo maakten ze hier een gouden microfoon voor Rihanna. Andere gadgets uit hun collectie. Een Samsung Galaxy S7 Stardust van 2500 euro. Een gouden iMac van 12.000 euro. En een Apple Watch van dik 130.000 euro. Bijna de helft van de klanten komt uit het Midden-Oosten en Azië. De andere helft zijn gewoon mensen zoals jij en ik. At least half of our customers are just normal people that save their money and want something nice, something to aspire to in life. En met de iPhone 7 die eraan komt, krijgen ze het hier weer druk. We've just launched the iPhone 7 for pre-orders, before Apple, funny enough. And to date we've had 242 orders in the last 3 weeks. So yeah, things are going quite well. Een gouden iPhone kost op zijn minst een kleine 3000 euro, maar met wat extra bling bling ben je zo 10.000 euro kwijt. You know, if I go this with my ring, it won't scratch. I really would like to see how you do this. Okay. Can you show me? Yes, I can. Yes. Yeah? Let's go upstairs, man. In here? Yep. De iPhone-behuizing die ik straks mag vergulden, heeft al 2 dagen doorgebracht in een badje chemicaliën en kreeg een dun nikkellaagje. Via een elektrode geef ik de smartphone-behuizing een negatieve lading. Dan maak ik met een vloeistof het nikkellaagje poreus, zodat het goud er goed op hecht. Vervolgens smeer ik een vloeistof, waarin het goud is opgelost, met een positief geladen elektrode op de smartphone-behuizing. Omdat de behuizing negatief geladen is, blijft het goud er gewoon op plakken. Je kunt dip some more gold. Dip some more gold. Ja. Yeah. Hoe cool. Ja, doe dat de top, around the Apple logo. Ja. Yeah. How do I do? Going good, very man. Good, yeah. Yeah. Just keep on putting the gold on, dip it, keep on dipping it. Yeah, make sure it's soaking wet. This is for a customer in Malaysia? Or yeah, this is going to be for a customer in Malaysia, yes, absolutely. So it has to be right? Yeah, correct, yeah. So do all this kind of area here now. All right. I'll give it to you, Will, because I'm getting nervous. Because I feel some pressure here. Mijn geklungel wordt goed gemaakt door Will en even later glimt de iPhone als nooit tevoren. Before I go, Leben, yeah. One more question. Did you gold plate your suit as well? Hey, if I had a pound for every time someone said that to me, I'd be even richer. No, I'm joking. Yeah, I mean, I could gold plate a suit. Yeah? I mean, would you want yours done? No, oh, yeah. Yeah, come. Lijkt dat misschien? Nee, ik durf het niet aan. Nee. Dat was eng. Hey, hartstikke leuk, al die gouden gadgets, mooi hoor. Maar in elke smartphone van ons, binnenin, zit ook goud, toch? Ja, niet heel veel, maar inderdaad, in iedere smartphone zit goud, in iedere computer zit goud. Waarom eigenlijk? Omdat het een hele goede geleider is van elektriciteit. Niet de beste, dat is zilver, gevolgd door koper, daarna komt goud. Maar goud heeft één groot voordeel, het wordt niet dof, dus de geleiding blijft altijd goed. Hey, dus ook die smartphone vooral niet weggooien en goud eruit halen. Ja, en je oude smartphone, hè? Ja, dat is een leuke gedachte, Erwin, maar dat is een behoorlijke klus om al het goud eruit te halen. En het levert je 50 cent op ongeveer. Je hebt ongeveer 200 smartphones nodig om 1 trouwring te kunnen maken. Oh. Ja. Nee, beter kan je het gewoon inleveren bij het afvalpunt of misschien nog wel beter bij een goed doel. Die kunnen dan een heleboel smartphones verzamelen, die dan in 1 keer verkopen en van dat geld dan weer iets heel goeds doen. Voor je hartje. Ja, gouden hart. Bright organiseert samen met Samsung de eerste Bright VR Awards voor de beste Nederlandse VR-producties. Aanmelden? Dat kan via brightvrawards.nl. In Bekende Nerd bezoekt Mirjam Oranje-fan en miljonair Johan Flemmix. Johan, dat jij een nerd bent, dat weten we. Maar voor de kijker, dat gaat veel verder, het nerd zijn, dan alleen het startschot bij ter land en zee in de lucht. Wat vind je zelf? Nou, volgens mij ben ik wel een beetje als een nerd geboren. Jij was met veel dingen de allereerste, hè? Ik wilde altijd, als er iets nieuws kwam, dan moest ik iets nieuws hebben, hoor. Dit is bijvoorbeeld de eerste videotekst. Dit is de voorloper van de computer. Mijn eerste navigatiesysteem, de e-trex. De e-trex Legend, hè? De allernieuwste Samsung van toen. Wat veel mensen ook niet van jou weten. Jij bent uitvinder. Een verlichte badminton shuttle. Daar heb ik een wereldwijd patent op. En is het een hit geworden? Het is een gigantische hit geworden. Wel? Ja, echt. Die zijn er heel veel verkocht. Ik denk dat veel mensen denken dat jij de carnavalsopleiding hebt gedaan. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar niks is minder waar, want wat heb jij voor opleiding? Wat is jouw achtergrond? In nucleaire beveiliging. Ik heb atoombunkers gebouwd, ontwikkeld en verkocht. Als de mensen bij mij een atoombunker bestelden, kregen ze zelfs de nieuwste videorecorder met oorlogsfilms cadeau. Er gratis bij? Ja. De eerste echte professionele camera.
Eerst had je analoog, maar dit was echt de eerste digitale mengtafel. Jij verzamelt eigenlijk verzamelingen, ja, hè? Ja, ik heb heel wat verzamelingen. Ja, jij verzamelt ook oude games. Alle gamecomputers die er ooit gemaakt zijn. Echt? Die heb ik allemaal. Commodore 64, de Nintendo's, de Sega's. Oh. Echt. En de Pong, de allereerste Pong, die heb ik ook nog. Johan, ik heb het er allemaal een beetje warm van gekregen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Duik nemen? Jij zwemt niet. Nee, ik heb niks met zwemmen. Dus, nee, helemaal niks. Ik krijg met water hier niet in, hoor. Wil je nou nog meer te weten komen over het nerdy leven van Johan Flemings? Bijvoorbeeld, waar doet hij het allemaal van? Kijk dan voor nog meer beelden op het YouTube-kanaal van Bright. Gaat hij goed? Het gaat lekker! Ik kom eraan, Johan. Hey Johan, jij bent niet alleen een uber-nerd. Je hebt heel veel punten verdiend. Oh, dank je. Maar jij bent ook gewoon een enorme rijke nerd. Nou, dat valt wel mee. Ja, dat ben je. Rijk van geest. Ja, ja dat is waar. Ik zou zeggen, keep the nerd alive. Oké, ja? Gaan we doen. Beloven, hè? Ja, doe ik. Ga er maar eventjes wat uitvinden nu, hoor. Ik ga voor het eerst op motorvakantie naar de Pyreneeën in Spanje. Ik ga daar off the road rijden, de bergen in en ook nog wild kamperen. Ik moet dus goed voorbereid zijn, want ik kan niet zoveel bagage meenemen. Ja, dit is zo'n beetje het aantal gadgets wat ik denk mee te nemen. Hoe laat ik dat nou allemaal op zonder stopcontact? Ik heb in mijn zadeltas een powerbank. Dat is een lithium batterij die gewoon dus tijdens het rijden oplaadt. En dan 's avonds als ik aan het kamperen ben in de tent, dan heb ik een verloopstukje. Hier plug ik mijn smartphone, mijn GoPro en wat andere elektronica in. En die worden dan 's nachts opgeladen. Vakantie, actie, dat moet je filmen. Dat hoort er helemaal bij. Dan kan je dat mooi delen met de familie later via YouTube bijvoorbeeld. Ik heb hier de Phantom 4. Dat is een consumentendrone die ongeveer een half jaar op de markt is. En dit is een hele serieuze consumentendrone. Die Phantom 4 die wordt namelijk geleverd met een 4K camera die op 3 assen is gestabiliseerd. Hij vliegt zo rond de 60 km per uur. Kan een half uur op een batterij vliegen en dat is lang. En hij is intelligent. Hij heeft sensoren aan boord waarmee hij objecten zoals bomen of huizen kan vermijden. Ja, na een dag rijden heb je het nodige beeldmateriaal. Zowel van je GoPro, misschien van je andere vlogcamera en van die DJI. Ik heb een oplossing. Een wifi harde schijf. En ik heb hier een van de nieuwste. De WD My Passport Wireless Pro. En dit ding is verdraaid handig. Hij heeft een SD-kaartlezer. Dus ik kan gewoon uit die DJI de kaart pakken. Die stop ik hierin en als ik het in de app heb aangegeven, trekt hij die kaart van die DJI meteen leeg en zet hij ergens op die schijf. Hij is niet alleen draadloos, hij is echt draadloos, want er zit gewoon een accu in die 10 uur meegaat. Het is tijd voor ontspanning, een lekker bakje koffie en ik zat te denken aan een avondje kampeerbioscoop. Ik heb hier de LG Mini Beamer, de PH550. Dat is een kleine beamer die bijna in je zak past. Hij werkt op een accu, heeft een resolutie van 720x1280. Ondersteunt VGA, HDMI, kan je draadloos aansluiten op je smartphones. Je kan er een USB-stick in steken en hij heeft Bluetooth. Dus je kan hem op je kampeer home entertainment systeem aansluiten, zodat je ook surround hebt. Straks, na de break, wat doet Bram in een Pikachu-pak? Pika, pika! En Fitgirl Ananda, Test for Bright, het nieuwste sporthorloge van Garmin. Welkom terug bij Bright. Wat doet Bram in een Pikachu-pak? Pika, pika! En Fitgirl Ananda, test voor ons een nieuwe sportgadget. Maar nu eerst het nieuwste van het nieuwste op het gebied van tv's. Op de grootste techbeurs van Europa, de IFA in Berlijn, heel veel nieuwe tv's. Zoals Philips met zijn eerste OLED-scherm, maar nog wel met Ambilight, dus de muur kleurt gewoon nog steeds mee. Sony toont hier zijn nieuwe mega grote ZD9. Dit is geen OLED, maar een OLED-killer, althans, dat hopen ze natuurlijk. En Samsung komt met de nieuwe technologie Quantum Dot, met gebogen schermen en ook nog eens goedkoper dan OLED. Maar ja, welke moet jij hebben? Waar moet je nu echt op letten als je een tv koopt? Ten eerste de resolutie, daar heb je nogal wat keuze in.
HD Ready, Full HD, 4K, zelfs 8K. Om het gemakkelijk voor je te maken, kies voor 4K. Dat is 4 keer scherper dan Full HD. De meeste films, series en televisieprogramma's worden op dit moment in Full HD uitgezonden. Maar het aanbod 4K-series en films groeit. Bovendien zijn 4K-tv's snel in prijs gezakt, dus het kost je geen rib uit je lijf meer. Het tweede waar je op moet letten is de technologie, LCD of OLED. Bij LCD-tv's schijnt achtergrondlicht door de pixels heen om het beeld te maken. Bij OLED heeft iedere pixel zijn eigen lichtje. OLED-schermen hebben een beter contrast, maar de tv's met OLED zijn veel duurder dan de uitstekende LCD-schermen die je nu kunt krijgen. Dus hou het bij LCD. Ook de afkorting HDR ga je veel tegenkomen als je shopt voor een nieuwe televisie. HDR zorgt voor een mooier, helderder plaatje. HDR is leuk, maar is een prijsopdrijver. Lekker laten zitten of nog een jaartje wachten met de aanschaf van een nieuwe tv als je HDR per se wil. Als laatste, welk smart tv-systeem is nou het beste? Die van LG en Samsung zijn prima, maar eigenlijk maakt het niet heel veel uit. Kies voor een Chromecast of een Apple TV, dat werkt vaak stukken eenvoudiger. Kortom, kies voor een gewone 4K LCD tv en koop er een Chromecast of Apple TV bij. Dan zit je goed. Bright Stuff, dat is de nieuwe rubriek waarbij we iedere week de krenten uit de pap halen als het gaat om gadgets. En deze week de phablets, grote smartphones. En Erwin, er steekt er eentje ver boven de rest uit, qua kwaliteit. Ja, buiten kijf de Galaxy Note van Samsung. Het is ook het product wat deze categorie heeft bedacht, verzonnen, als eerste daarmee was. Dat is wel al 5 jaar geleden en destijds... Ik heb hier bijvoorbeeld de Note 2, die is uit 2012. Ja. Ja, was het echt het lachertje van de klas. Ja, niemand wilde met zo'n ding rondlopen, toch? Ja, ik wilde nou met zo'n joekel van een smartphone. En vandaar ook de naam. Een phablet, een phone en bijna tussen een phone en een tablet. Maar inmiddels is iedereen er wel aan gewend aan zo'n grote telefoon. Nou ja, dat. Hè, andere toestellen zijn ook groter geworden. En ja, de kritiek is eigenlijk wel verstomd. Want er waren toch heel veel mensen die het ook heel erg prettig vonden. Ja, ook mensen die geen tablet wilden of zo. En anyway, hier de Note 7, de laatste nieuwe van uit deze hele lijn. En ja, eigenlijk in één woord, gewoon echt een super smartphone. Ja? Ja, het heeft het beste display wat ooit op een smartphone is aangebracht. De camera is echt geweldig, ook bij slecht licht. Ja, en ik vind hem eigenlijk helemaal niet meer zo groot. Weet je, het is een wijze doordacht design, weet je, die randjes zijn helemaal weg. Ik bedoel, het is bijna alleen maar scherm. Dat was alleen wel een probleem met die batterij, geloof ik, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, er zijn problemen met de accu inderdaad. Die neigt heel af en toe te ontploffen. Een terugroepactie, nou, ik snap het niet helemaal. In Nederland is die nog niet eens gelanceerd. Dat was 9 september zou dat zijn. Dat is nu iets zou die uitkomen? Ja, hier in Nederland is nu iets uitgesteld. Het is het wachten wel waard. Wat is dit? Een iris-scanner. In plaats van je vingerafdruk? Ja, hij kijkt gewoon, ja, precies. Ja, dat kan ook, maar je kan er zo met je ogen. Hoe James Bond is dat? De S-Pen? Dat maakt ook echt dat die Note zich onderscheidt van andere smartphones. Het is echt een productivity phone. Lekker, even lekker handig notities. Dit. En het is ook de eerste telefoon van Samsung met USB-C. Dus geen gepiel meer met die mini-USB. Nee, het betekent natuurlijk ook voor randapparatuur zoals hier, de Gear VR. Daar is dan natuurlijk ook meteen weer een nieuwe versie voor die daarmee werkt. Nog steeds de beste manier om met VR kennis te maken wat mij betreft. VR, drones, smart home. Test de toekomst tijdens Bright Day, het techfest voor nieuwsgierig Nederland. Voor het eerst 2 dagen lang in Utrecht. Bestel je kaarten op brightday.nl. Steeds vaker zie ik nu mensen in hun telefoon gedoken, helemaal voorovergebogen in hun eigen kokonnetje. Vooral nu met Pokémon Go, rage, zie je mensen volledig van de wereld verdwijnen. Ze zien niks meer om zich heen. Dus ik dacht, hoe kunnen we mensen nu uit hun kokonnetje halen? Hoe kunnen ze nou eruit trekken? Wat is daarvoor nodig? Zoals je ziet is dit dan niet genoeg om mensen uit hun smartphone cocon te halen. Misschien moeten we even iets uitgedoster zijn. De meesten kijken gewoon dwars langs me heen of ik nou een masker op heb of niet. We komen nu bij de uiteindelijke beproeving.
Jezus, wat goed. Nou, concluderend is in ieder geval dat je in een Pikachu-pak wel ontdekt wordt. Dat je mensen wel uit de cocon haalt. Maar voor de rest kun je een hoop maken. Dit is onze Fit Girl Ananda. En zij test deze week de Garmin Vivo Active HR. Ananda, hoe zit hij? Hij zit eigenlijk hartstikke goed. Ik merk dat hij tijdens het trainen goed blijft zitten. Ook bij het omdoen dan heeft hij veel verschillende gaatjes waar je uit kan kiezen. Dus je kan precies de goede stand voor jou bekijken. En wat ik ook fijn vind is dat je er gewoon goed mee kan zwemmen. Want tot 50 meter is hij waterdicht. En werkt het allemaal een beetje? Hij is heel makkelijk in gebruik. Je kan heel makkelijk door het menu heen scrollen. Met één druk op de knop krijg je ook weer de verschillende sporten te zien. Daar kan je ook weer een keuze uit maken. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de app. Daar kun je ook gewoon gemakkelijk doorheen. En ook kun je hem koppelen aan de MyFitnessPal app bijvoorbeeld. Ook nog andere apps zijn te koppelen. En wat ook wel leuk is, is dat je een online community hebt van Garmin gebruikers. Dus dan kan je ook weer leuk wedstrijdjes aangaan bijvoorbeeld met andere mensen. Ook al train je dan zelf. En dat is natuurlijk weer goed voor de motivatie. En is dit fitnesshorloge nou een beetje zijn geld waard? €230 heb je hem. En dat is natuurlijk het hogere segment. Maar ik kan me voorstellen als je serieus met je sport bezig bent en je wilt toch het een en ander meten, want ja, meten is toch weten, dat het zeker van toegevoegde waarde kan zijn. Je kan het namelijk verbinden inderdaad met verschillende soorten apps, MyFitnessPal, maar ook andere. En de online community is natuurlijk ook van toegevoegde waarde. Dankjewel Nanda. Volgende week een collega Fitgirl met een nieuwe sportgadget. Dit was Bright TV. Dank voor het kijken. Volg ons online en graag tot volgende week.